heb jij voor ontbijt? Door je hoofd. Taart als ontbijt. Wat lief. Ja. Dat is toch niet normaal hier? Au. Au. Oh. Wat heb je met je hoofd gedaan? Ben je tegen het kasteel aangelopen? Oh. En hoe smaakt je hoofd? Ja? Goed zo. Daar gaat ze met een nieuwe fiets naar school. Oh. Ik hoop dat het lukt. Een hele goede morgen en leuk en gezellig dat je kijkt naar mijn 43ste ateliervlog. En deze keer start ik een keer in mijn atelier. Vorige week had ik bijna geen ateliertijd, eigenlijk helemaal geen ateliertijd. Maar dat zou ik goed maken, dus daarom start ik ook meteen in mijn atelier. Ik had even zien wat de plannen zijn voor deze week. Ik heb sowieso het plan om dit, misschien dat ik het zo meteen nog ga doen, even zwart gaan maken. Want hier had ik dus ook in mijn vorige ateliervlog wel kunnen zien. Hier heb ik, gel medium overheen gesmeerd. En er zaten heel veel gaatjes in het canvas, of heel veel in de verf. Dus die was mislukt. Dus ik heb een beetje een soort structuur aangebracht met gel medium. En dan ga ik dat zwart maken. En daarna ga ik daar, ik weet eigenlijk nog niet goed, iets, misschien iets opschilderen of iets mee doen. Dat weet ik nog niet. Dat is ook nog een project wat nog... ik weet ook niet nadenken wat ik ermee doe. Maar het is in ieder geval droog, dus daar kan ik mee verder. Ik kan verder met mijn sieraden maken. Deze skin is droog. Als ik deze gedaan heb, als ik al die sieraden gemaakt heb, maak ik ook meteen weer een nieuwe skin. Dan kan die ook gelijk drogen. En dan, ja, die heeft wel 2 weken geduurd voor het droog was. Dus ja, 2 weken droog en dan kan ik weer nieuwe sieraden maken. En misschien maak ik gewoon nog wel wat meer andere. Ik heb nog andere matjes, kan ik nog wat meer kleurtjes maken. En deze is eigenlijk, ja, gisteren was hij nog niet helemaal droog. Dus ik had al ergens, mijn vingers zat er ergens al in hier zo. Er zit een afdrukje in. Maar goed, dit is in ieder geval wel droog. Dus dit kan ik ook. Hier komt nog goud, bladgoud op al die rondjes. Ik heb er 1, 2, 3, 4 rondjes. Of 5, een heel kleintje daar. 5 rondjes, daar ga ik nog bladgoud op doen. En dan is deze ook klaar. Ik heb nog 2 grote staan. Ik zal het even laten zien. Kijk, hier ligt er toevallig eentje. Kijk, hier zit ook van die ribbeltjes op. Deze wil ik ook nog gaan gieten. En ik heb er hier nog eentje liggen daar. Dat is dezelfde. Die horen eigenlijk bij elkaar. Dat is een tweeluikje. En ik had nog nieuwe doeken gekregen deze maand. 50 bij 70. Leek me ook nog wel erg leuk om daar iets mee te gaan doen. Dus plannen genoeg. Ik zal eens gaan beginnen, want ik wilde eigenlijk ook... ik heb nog zoveel dingen te doen. Ik zag dat het volgende week maandag is het 1 juli. En het leek me toch wel weer leuk om een soort challenge te doen in de maand juli. Super handig, want dan zijn we op vakantie. Maar goed, komt al goed. Anders stoppen we gewoon halverwege de challenge. Ik weet het niet. We gaan gewoon kijken. Ik had die doos natuurlijk gemaakt. Die staat volgens mij nog daar. Die doos. Daar had ik dus allemaal stokjes in gemaakt. Heb je in een paar ateliervlogs teruggezien. Dan heb ik al die stokjes geschilderd. Dus daar wil ik wel iets mee gaan doen. Want dat zou eigenlijk voor mijn juni challenge zijn. Maar toen had ik helemaal geen tijd. En toen lukte het even niet. Dus dan denk ik misschien juli. Dat is een week. Ik had er alles al voor gekocht. Eigenlijk kan ik er gewoon mee beginnen. Daar staat die doos. Ik zal hem even pakken. Ik zal hem meteen even pakken als ik erbij kan. Laat even zien. Er is een vlieg mee naar binnen gekomen. Super irritant. Kijk, want deze had ik dus gemaakt. Hier zitten nog allemaal stukjes in. Hier had ik mijn cel activator zwart of wit in gedaan. En hier waren al die stokjes. Met alle kleuren die ik heb. Dus dat is ook wel leuk om daar iets mee te doen, denk ik. Dus dan ga ik gewoon, ik denk 3 kleurtjes hier uithalen. Hier zitten alle metalkleurtjes in. Dan ga ik er dan ook eentje uithalen. En de cel activator en daarmee ga ik dus iets maken. Ik moet daar sowieso nog even een introotje voor opnemen. Dus dat ik eventjes kort uitleg wat ik ga doen. Ja, wie weet. Vlieg, gaat dood. En deze ligt nog hier. Deze video wil ik ook graag afwerken deze week. Ik weet niet of die al helemaal droog is. Of deze kant op kan. Nou ja, ik weet niet. Hij is wel verder op. Maar ik denk nog niet helemaal. Dus die laat ik nog even liggen. Deze ga ik van de week ook afwerken. Die video kan die video ook online. Nou, dat past eigenlijk net niet. Zo, dus dat ook. Toen ik gisteren mijn prullenbak ging leegmaken, kwam ik deze nog. Deze had ik weggegooid. Deze is helemaal hard geworden. Of althans, hij voelt hard. Hij gaat niet meer naar beneden, zeg maar. Maar toen dacht ik, ja, het is best wel dure verf geweest eigenlijk. En ook wel een mooi kleurtje. Ik ga deze open knippen. En dan ga ik even kijken hoe die eruit ziet als ik hem openknip. Want ik heb het natuurlijk niet gezien, dus ik ga eventjes even kijken. Hè. Misschien dat ik hem wel kan verdunnen nog met vloedvol. 7, zodat alle klontjes eruit zijn. En misschien dat ik hem dan gewoon als achtergrondkleur kan gebruiken voor een nieuwe schilderij. Dat is eigenlijk wel. Dan heb ik in ieder geval, anders had ik het weggegooid. Ja, zoals je kunt zien, ik heb mijn dingen eraf gehaald. Ik had een hele grote doorzichtige... Ja, hoe heet dat eigenlijk? Tafelkleed opgelegd. Maar nu heb ik die er even afgehaald, omdat gisteren was het feestje van mijn lief.
En ik vond het al mooier en netter om dat zo te doen. Dus ik weet niet of ik het nou nog... Ja, ik weet het niet goed. Ik vind het ook wel mooi zo. Kijk, en zo gaan we dat dus gewoon doen. Maar dan, ik wil even met twee handen... Ik ga het gewoon even zo openknippen. Dan ga ik even kijken hoe het eruit ziet. Iets groter schaar. Het ziet er wel een beetje vloeibaar uit, maar... Ja. Het is alleen toch waarschijnlijk onder verf. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Het is wel dik. Het is wel dik. Nou, ik zal eens kijken of ik het in een mengbekertje kan doen en dan even kan aanleggen met vlootrol. Alles wordt dan groen hier inmiddels. Ik heb hier een maatbekertje of maatschepje. Daar ga ik even dit vullen. Nou, het is een soort kauwgom of zo. Ik ga dit hier gaan doen. En daar doe ik dan twee keer vlootrol bij. Dit is een nieuwe. Ja, ik heb een nieuwe. Met een lange snottenbel eraan. Even goed schudden met een nieuwe. Super onhandig zo'n nieuwe. 1, 2. Nou, ik heb hier dus die verf en twee schepjes vlootrol in gedaan. Ik ga dat even goed roeren en dan ben ik benieuwd of ik het nog glad kan roeren. En anders dan gaat het gewoon allemaal weg. Maar ja, ik wou het even proberen voordat ik alles weggooi. Wel lamarm van. Ik weet niet of het gaat lukken hoor. Er zitten nog heel veel klontjes in. Ik heb het laten zien een beetje. En ik heb mijn goede kleren aan. Ze zijn nog niet groen. Ja, ik zit te denken welke kleur ik dan hiermee kan gebruiken. Zou ik dat een beetje tegen blauw of ja, groen? Zal ik eens een beetje gaan googlen op Pinterest of zo. Dat zijn ook altijd van die kleuren schema's of kleuren palet ideeën. En dan ga ik gewoon eens kijken welke kleuren dat hun zullen adviseren op Pinterest. Ja, ik heb wel een mouwman. En ik moet er nog een beetje water, want mij is op. Mijn kraan is kapot, zoals jullie weten. Dus moet ik even naar binnen om water te gaan vullen. Ik moet even mijn schocht aan doen. Nou, hij lijkt wel een beetje gemixt. Kijk, er zit nog wel, kijk, hier zie je het grote klont. Zie je dat? Er zitten wel klontjes in. Ik roer nog eventjes een paar minuutjes door. En daarna ga ik hem zeven. En dan hoop ik dat ik daarna gewoon een hele mooie gladde verf heb. Echt een mooie kleur. Het is goed dat ik hem niet heb weggegooid. Kijk, nu gooi ik hem gewoon hier door deze zeef. Die zeef ziet er niet heel schoon uit. Hij is wel schoon, maar hij wordt niet meer schoner. Ik had wel gemerkt dat er verschillende soorten zeefjes waren. Ik had zeefjes van de Libera gekocht. Die waren echt minder klein, zeg maar. Minder kleinere gaatjes. Er waren iets grotere gaatjes. Dus er gingen nog steeds kleine stukjes door. Dus die ga ik niet meer gebruiken. Deze zijn van de Hema, volgens mij. Dus dat is fijner. Kijk, dat niks overheen gaat natuurlijk. Nou, hij is gezeten. Er zitten natuurlijk nog echt heel veel belletjes in. Echt, kijk eens hoeveel belletjes erin zitten. Dus dit moet je nu dus echt niet meteen gebruiken. Zeker een dag of twee laten staan. Ik zit te denken om dit toch nog even op te maken. Want dit kan ik natuurlijk niet meer zo bewaren in de kast. Dit ga ik nog eventjes mixen. Dus ik denk dat ik daar gewoon nog wel één zo'n bakje mee kan vullen. Doe ik het gewoon nog even hier en daarna door de zeep. Maar dat past hier niet meer in. Nou ja, komt goed. Ik ga dit nog even, het is gewoon hetzelfde als net. Alleen dan nog een keer. Nou, ik heb een hele grote poet met groen gemaakt. Echt heel groen. Echt een hele irritante vlieg. Nou, zijn het er dus twee geworden ineens. Echt een hele grote vlieg. Zo'n hele dikke, weet je wel. Super irritant. Dus ik ga proberen hem even buiten te zetten. Ik was dus even in die bakken. Die bakken aan het kijken, stond al deze verf nog in. Ja, er stonden nog verschillende zwart. Die heb ik even allemaal bij elkaar gedaan. Maar er zat zo te ruiken ook nog spraypaint door. Dus ik hoop dat dat lukt, wat ik dan eigenlijk van plan ben. Maar dit is een andere verf die ik allemaal over had. Er zit echt niet zoveel meer in. Dus wie weet ga ik hier nog iets van een soort... Ik weet eigenlijk niet wat ik mee ga doen. Ik vind het wel een leuk kleurtje bij elkaar. Allemaal groen. Dit is reflexgroen. En de rest weet ik eigenlijk allemaal niet. Allemaal nog van dat schilderij over, volgens mij. Dat is ook
wel leuk om daar iets mee te gaan doen. Dus wie weet ga ik hier... Ik ga misschien mijn spinnen nog wel eventjes pakken. Ga ik misschien met die spinnen nog wat groen... Ik heb wel gewoon zin om iets groens te doen. Ik heb vandaag gewoon een groene dag, denk ik. Zie je wel? Hier zo. Ik hoor ook al groen. Nou, mijn spinnensessie was niet echt een succes. Ik heb zelfs met mijn hanger... Kijk, dan is hier. Ik heb zelfs met mijn hanger gewoon in een verf gehangen. Echt alles. En ik heb gewoon mijn goede kleren. Dus ik hoop echt dat er nergens geen verf zit. Ik ga trekken, even kijken. Maar kijk dan, niet normaal. Ik vind een spinnen echt super leuk om te doen. Maar echt alles zit dan bij mij helemaal onder. Alles. Maar goed. Ik weet het ook even niet. Mijn gezicht is er in ieder geval niet onder. Maar het is al 30:30. Ik moet over 3 kwartier bij mijn moeder zijn. Dus daarom, ik heb altijd dan zo'n tijdsdruk. Als ik dan een tijdsdruk heb, dan lukt het niet. Dan kan ik daar niet op mijn gemak doen. Dan kan ik daar niet even goed over nadenken. Mijn tafel die wilde ik niet vies maken. Dus had ik ook altijd in de stress. Kijk, hier is mijn tafel. Is ook alweer helemaal vies al. Ja, en dan lukt het niet. Dus goed. En dat weet ik dan ook voor de volgende keer. Misschien dat ik met die verf die nog in die bak ligt. Er ligt nog heel veel verf in die bak. Dat ik daar eventjes dit een beetje mee met mijn handen een beetje doe. Maar ik heb nergens een plek om het weg te leggen. Ik heb nergens een plek om. Alles is vies. Ja, dus eventjes weet ik het nu niet hoe ik het ga doen. Misschien heb ik dit nog ik weet het niet.
weet ook eigenlijk niet wat mij bezielde om dit zo te gaan doen eigenlijk. Nou is het helemaal... Goed, ik stop ermee voor vandaag. Ik heb er geen zin meer in. Ik zit helemaal onder de verf. Alles zit onder. Ik ga sporten. Daar zit hij. Kleine baby. Kun je dat op je vlog zetten? Mm-hmm. Hij moet heel stil zijn. Niet bewegen. Goedemorgen, dinsdag atelier dag. Ik heb gewoon vandaag heel de dag tijd in mijn atelier. Ik moet nog wel even boodschappen halen, maar voor de rest heb ik helemaal niks te doen. Het zijn natuurlijk al de kinderen uit school. Ik heb mijn hele oude pyjama getrokken. Want het wordt vandaag gewoon 30 graden. Dus in mijn atelier is het echt mega heet. Dus ik kan niet een heel dikke... Ik heb alleen maar een dikke kleding. Dus ik heb een heel oud ding. Het is helemaal kapot. Dus het... Ja, heel de zijkant niet helemaal opgescheurd. Maar goed, het is heel eventjes voor de... Gewoon even voor nu. Want het is veel te heet anders. Dus dat ga ik even zo doen. Dus ik denk, wat zie ik eruit? Ja, ik zie eruit. Het is veel te heet. Ik ga straks ook even deze vlaggetjes weghalen die daar hangen. Want Marlief is nou inmiddels niet meer jarig. Dus daar gaan we even opruimen straks. Maar ik denk dat ik dat eventjes aan Mike vraag. Want het is best wel, ik vind dat heel spannend om op tafels en stoelen te gaan staan. Omdat ik heel bang val of zo. Dus dat is het verhaal. En ik ga nu naar mijn atelier. Ik ga verf mixen. En ik weet eigenlijk nog niet wat ik ga doen. We zullen wel zien. Kijk zelf mee. Oh ja, en ik had het dus gisteren zo achtergelaten. Ik was niet meer teruggelopen. Dus die verf staat hier nog open. Ik hoop dat dit eigenlijk wel een beetje snel droog was eigenlijk. Maar het is niet wat droog. Ja, het is niet echt heel veel geweldigs. Maar goed, ik moest het er eventjes schilderen. Ik doe het straks nog wel eventjes echt helemaal met zwart, denk ik. Ik ga die doos even opruimen, want ik wil hier iets anders gaan doen als met die doos. Met die spinner, het lukt me gewoon niet. Ik ga echt gewoon 3 of 4 keer die spinner gebruiken om daar iets mee te maken. Maar lukt me gewoon niet. Ik krijg dat blazen niet onder controle. Dat je in het midden zo'n rondje maakt. En dan blaas je dan zeg maar zo'n bloemetje uit. Een bloem is het ook eigenlijk. Maar dat lukt mij niet. Dus dat ga ik nog een keer leren. Maar niet vandaag. Want ik heb gezin om dat weer heel de dag aan te besteden. En dat ik dan uiteindelijk niks heb. Dit was dus het resultaat van maandag atelierdag. Ja. En dit is ook het resultaat gelijk aan mijn handen. Ja. Was niet gelukt gisteren. Nee. Dus daar dan die bak zo ook helemaal nat van binnen. Dus ik weet niet hoe ik dit allemaal doe. Maar ga ik eventjes mijn gemakskleffen doen. Tot zo. Oh ja, en ik wil nog even één ding zeggen. Ik had dus gisteren verschillende... Ik heb het al gezegd dat verschillende zwart... Ik had nog allemaal zwart over. Had ik het bij elkaar gedaan. Toen zei ik nog, het ruikt naar spraypaint. Voor mij zit er een heel klein beetje spraypaint in. Nou, dus als je verf hebt afgeschraapt waar spraypaint in zit, gebruik, dat kun je eigenlijk niet meer gebruiken. Want je krijgt dan hele rare vlekken erin. Want die spraypaint komt dan toch wel weer naar boven. En dan krijg je hele rare dingen. Het is niet mooi. Ik heb het eigenlijk niet meer gefilmd gisteren dat ik dat liet zien. Dus ik kan het niet laten zien, maar het is echt niet mooi. Ik krijg een soort... Nee, het is gewoon niet mooi. Nee, ik kan er niks van maken. Het is echt niet mooi. Dus dat is het verhaal. En ik kan hier niet... Ja. Het is helemaal kapot. Het is lekker luchtig. Lekker luchtig aan één kant. Ik zag gisteren op internet een hele leuke kleurencombinatie. Dus die ga ik... Eigenlijk wil ik die gaan maken. Dan was het dus met Payne's Grey. En dat heb ik. Dat heb ik zeker. Payne's Grey. Maar dat was dus die... Ja, Payne's Grey was dat. En dat was turquoise blauw. Deze. Turquoise blauw, Payne's Grey, goud en koper. En wit. Dus die combinatie. En die ga ik even mixen zo meteen. Ik ben benieuwd. Het was er echt heel cool uit. Maar die had een soort ringpoor gemaakt. En ik denk dat ik ook een soort ringpoor ga maken. Misschien zo'n dubbel. Misschien heb ik zoiets van gedaan, dit. 2 ringpoors en in het midden een beetje zo, met goud. Ik denk dat dat wel leuk is. Ook die maat, die heb ik nog staan. Ik denk dat gewoon even ga doen. Dan ga ik misschien ook gelijk een video van maken. Maar ook iets anders aan trekken, want ik kan het niet met video.
Nou, dit is dus het kleurenpalet wat ik dus in mijn hoofd had. Kijk, ik heb het hier eventjes striptest gedaan. Ik had die nog een beetje bijgedaan bij deze drie. Dus als het goed is, zijn ze nu om gelijk. Maar zoals je kunt zien, kijk hier. Daarom moet je dus nooit meteen mixen en dan meteen gaan schilderen. Want weet je hoeveel bubbeltjes erin zitten? Overal. Deze had ik al een tijdje geleden gemixt. Daar zit een hele grote bubbel in. Kijk, zie je. Dus je moet eigenlijk dit gewoon even laten staan. Dus denk ik dat het nu slim is dat ik nu even gauw eerst boodschappen ga doen. En als ik terugkom, dat ik dan mijn schilderij ga maken. Dan moet ik me eigenlijk helemaal omkleden en weer wassen en omkleden. En daarna moet ik weer terug omkleden. Even uitgetest, maar ja, ik vind die kleuren toch niet zo heel erg mooi bij elkaar op een of andere manier. Het lukt me niet zo heel goed om dat mooi te krijgen. En ik heb het idee dat hier ook zit een Engels aan zit, want het staat er niet op. Amsterdam Titanium weet. Ik weet niet. En die deco art is gewoon een hele rare verf altijd. Ik weet niet of ik nou... Laat dat even laten, die maar laten zien. Kijk, zo, kijk, deze cellen die hier komen, die echt die koperen kleuren, dat is echt van die deco art. En dat vind ik eigenlijk niet zo heel mooi. Dus misschien dat ik gewoon geen deco art erin doe. Ja, die kleuren bij elkaar zijn ook super saai. En nog een kleurtje bij. Ik weet niet welke kleur. Nee, het is gewoon niet zo heel mooi bij elkaar. Lastig. Misschien dat ik gewoon alleen die vier kleuren doe. Ik zal een heel klein ringpoortje maken. Hierop. Ja. Ga ik doen. Kijk, want hier, zal ik kijken of ik kan inzoomen, hier. En ik kan niet inzoomen. Nee, ik kan niet inzoomen. Daar, die cel, daar. Zie je dat? Die wordt ook echt mega groot straks. En deze wordt echt heel groot hier. Hier krijg je ook niet grappige, daar komt omdat er wel zijn luchtbelletjes in zaten. Maar je krijgt, kijk, ja, en dit hier, zo vind ik gewoon niet mooi. Dit, nee. Dus dat, nee, ik vind het niet mooi. Ieder zijn ding, maar ik vind dit niet zo mooi. Hobby, want ik wil heel graag die kleuren gebruiken. Maar het wordt echt een hele
Ja, een beetje die tinten eigenlijk een beetje. Ja, ik vind het niet zo heel geweldig, maar het is, ik laat even zien wat ik aan het doen ben. Kijk, nou, het is echt heel goed. Ik ben nu overal zooi. Maar kijk, ik had dus net een ringpoor gemaakt. Op zich vind ik dat die ringpoor wel heel mooi. Dus ik denk dat ik dat wel echt heel gaaf vind. Maar ik miste een beetje kleur. Dus ik denk, als ik hier nou een beetje roze doe en dan swipe ik het eroverheen, dan krijg je een beetje een roze lacing. En hier heb ik dat met die blauw gedaan. Dat is ook wel echt super cool. Maar ik weet niet of het bij elkaar past. Ik had de linkse kant, ik had er net een reel van gemaakt. De linkse kant had ik geswipt met wit en rechts met zwart. De zwart blijft toch wel mooier. Dan zie je echt een beetje die cellen. Bij de andere werd het gewoon één grote brei. Ja. Ik ben nog niet helemaal tevreden over de kleuren. Maar goed, wat ik er nou mee ga doen, ik weet het eigenlijk niet zo heel goed. Ik ben al heel veel verf aan het verspillen. Maar ja, op zich is het ook wel goed om een keer een beetje uit te testen wat nou wel en niet werkt. Die ringpoor vind ik echt wel heel mooi. Maar ik mis dan gewoon nog een kleur. Een beetje een ja, ik weet niet hoe ik het uit kan leggen. Ja, nou, dat bedoel ik dus. Bij deze keer had ik nog een heel klein beetje zetten en nagels doorheen gedaan. Door dat blauw, lichtblauw. Ik denk bij zetten en nagels, dus werd het iets lichter ook. Ja, dan krijg je een beetje dit. Geen idee wat dit wat leuk is. Ik vind deze hoek echt heel gaaf. Ga ik even terugkijken hoe ik dat gedaan heb. Want ik vind deze kleur echt super gaaf. Maar er zit een beetje in. Maar daar heb ik zelfs te mixen. Daar heb ik geen kleur van. Dus ik weet niet of ik dat nog ergens kan vinden hoe ze dat gemixt. Ik denk het niet. Had ik waarschijnlijk al eens opgeschreven, dat briefje is weg, denk ik. Tadaa. Nou, Nederland voetballen eet ik lekker hutspot, dat is tenminste oranje. Ik ben benieuwd, de buffy staat al klaar. Een hele goede morgen, het is vandaag woensdag en het is nog steeds super heet. In mijn atelier is het nou 24 graden, maar dus het wordt nog warmer. Het is nog vroeg, het is 9:30. Ik heb even een soort pyjama, een hele oude, ja, nieuwe. Ja. Het is een nieuwe pyjama, maar er zitten van die soort kantjes aan. Dat slaapt echt niet lekker. Dus daarom heb ik nog... Dit ga ik nu gewoon gebruiken als hittegolf tenue voor in mijn atelier. Ik doe hier gewoon een... ja, het zit er wel netjes. Het is heel netjes. Het is echt heel degelijk. Maar echt, wat ze dan bedacht hebben, die hele strakke dingen. Dat ligt echt niet lekker. En de onderkant is ook zo'n randje. Dus het is heel dom gedaan eigenlijk. Ik heb er twee. Ik heb er toen twee gekocht. En dat vond ze zo leuk maar om te slapen. Maar nu wordt het gewoon mijn vliegjes. Echt niet normaal. Weer een vlieg. Goed, ik weet ook niet wat ik met die vliegen aan moet. Ik heb zo'n vliegenval, maar de trappen ze niet in. Ik had gisteren nog dat tegeltje gemaakt. Ik zal het even laten zien. Ik wilde gewoon even weten hoe dat optrok, een tegeltje. Want ik heb nog nooit op een tegeltje een schilderijtje gemaakt. Ik weet wel dat de achterkant is waarschijnlijk helemaal vies. Dus de volgende keer ga ik toch kijken of ik dat op een of andere manier kan afplakken. Want het is wel mooi als de achterkant schoon blijft. Of ik moet het ergens in doen of zo. Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik het moet doen. Kijk, dit ziet er nou dus zo uit. Deze streep, dat zat toch al in, maar ik dacht dat dat nogal... Een beetje zo dicht trekken of dat het, ja, ik heb het gewoon, maar goed, het was maar een ding. Kijk, hier zie je dus die parelcellen, die komen dus ook door ook in een andere kleur. Want ik had hier de parelcel een beetje door het turquoise heen gedaan. Ja, nou, ik vind dit hoekje echt super mooi. Ik zou best wel een schilderij willen helemaal zo. Maar daar had ik dus die kleur blauw voor gebruikt en ik weet niet meer welke dat was. Dus misschien ga ik zo wel gewoon een klein canvasje maken, een beetje, ik weet het eigenlijk niet. Alles staat hier gewoon nog open. Ik was hier gisteren gewoon weggegaan. Mijn ding is nog steeds redelijk schoon. Ik ga eventjes een beetje opruimen. Wat denken jullie van dit? Ik had een beetje groen. Ik had nog die sowieso die grote groen die ik gisteren had gemixt. Die wilde ik graag als achtergrond gebruiken. En ik zag op internet een leuk kleurenschema zoeken. Ik had op Pinterest. Dan kwam ik gewoon deze kleurtje een beetje tegen. Nou, ik ben echt. Zal ik hier gewoon iets mee doen? Ja, ik zal nog wel iets van goud of zo maken. Dat is wel leuker denk ik. Een beetje goud zo. Nou, en het gaat weer keihard goed hier. Op de grond ook al. Bijna op mijn slipper. Ja, dit zijn wel hele fijne bakjes, maar daar zit hier zo'n riggeltje onderin. Dus als je lekker aan het roeren bent en ineens dan tjoep je over dat riggeltje en dan tjoep dat was eruit over mijn horloge, over mijn handen, hier overal. Dus hele fijne doosjes. En ze zijn al kapot bij deze. Fijne doosjes dan wel. Ik heb ze gratis gehad, dus
Ik ben er heel blij mee, maar er zit wel zo'n vervelend regeltje onderin. En dat vind ik niet zo fijn. Weet je waar ik nou niet zoveel zin in heb? Ik ga gewoon een keer een Dutch voor maken. Ja, heb ik eigenlijk nooit gedaan. Ja, vroeger ooit wel eens met mijn, weet dat, met dat, met de haardroger. Ik heb mijn verfjes net al een heel klein beetje verdund. Want ze waren echt te dik voor een Dutch voor. Dus ik heb ze nou lekker dun gemaakt. En ik weet het niet wat er gaat gebeuren. Ik ga in ieder geval die groen als achtergrond gebruiken. En dan ga ik gewoon een beetje een Dutch voor maken. Een Dutch voor, dat is met een haardroger. Maar ik ben altijd heel erg bang dat als ik met de haardroger ga, nog harder alles onder zit. Maar goed, misschien niet. Dus jullie hebben de primeur. Ik ga voor het allereerst, sowieso voor het allereerst in mijn atelier, een Dutch voor doen. Kijk mee. En ik heb hier gewoon een haardroger liggen. Die ligt hier echt al heel lang. En zelfs toen ik mijn atelier ging inrichten, had ik al bedacht dat ik hieronder een stopcontact wilde. En daar zit er nog steeds. Kijk daar. Ik weet niet of die aanstaat. Ja, zo. Dus, als het goed is, zit er ook stroom op. Dat zal fijn zijn. Even kijken, hoe werkt dat? Aan. Hoe werkt een ding? Nou, ik moet alleen nog even gaan uitzoeken hoe ik op de koude stand zet. Dit is in ieder geval een knopje. Ga ik eens even voelen. Oh ja, koud is volgens mij ingedrukt of zo. Daar moet ik nu op de warme stand, want anders is het niet sowieso voor de temperatuur hier niet heel fijn. En nog op de koude stand. En op lichtblazen. Ik ga kijken hoe het ding werkt. Ik weet niet zo hoe dat standje werkt. Ik weet in ieder geval wel dat deze eerste drie standjes, dat is voor warmer. Dus ik zet hem sowieso op koud. En dit is nog wel aan, een beetje aan en heel erg aan. En ja, dit knopje, ik weet niet of die doet of zo. Ik zal hem wel voor indrukken als ik ga beginnen. Maar ik heb deze volgens mij, ja, deze is van de Action ooit een keer gekocht. Ik heb gewoon zin om dit te doen. En als het niet lukt, dan lukt het niet. Ja, ik ga me ook niet al te veel druk opleggen dat het per se moet lukken. Want het is ook echt de eerste keer. Ja, ik heb het heel lang geleden een keer gedaan. In de huiskamer. Dat was super spannend. Dat ik heel de bank had ik helemaal afgedekt met dekens. Voordat ik zelf dan altijd tegen de bank aan zit te spetteren. Maar dat hoeft nou hier niet, want ja, het enige wat ik tegelijk kan spetteren is mijn muur. En die is al een beetje ondergespetterd, dus en het is ook een atelier, hè. Dat spul ik wel zetten.
ik kan dat dus niet. Nog niet. Gaat wel leren of het leuk. De kleuren, ik heb sowieso echt een hele stomme kleurencombinatie gekozen. Het is echt een kleurencombinatie die ik nooit gebruik. En wat ga ik hem dan meteen? Ga ik dan meteen dit gebruiken als Dutchpoor. Maar goed, dat terzijde. De tweede keer ging het ietsjes beter, had ik het idee. Ja, de eerste keer ging het ook wel leuk, maar ja, de kleuren passen niet zo leuk met elkaar. Dus dan lukt het ook niet. Nu had ik het een beetje ook gedaan. Ook met de föhn gedaan. En ik had hem heel even op de hogere stand gezet. En toen voetste alles die kant uit. Dus je moet hem niet op de tweede stand zetten. Echt op de eerste stand. En zo ziet het er nu dus uit. Klopt ook niets van de dinges. Ja. Er zitten heel veel bubbeltjes in. Echt heel veel bubbeltjes in. Ze waren niet allemaal dezelfde dikte. Dus uiteindelijk ging ik een beetje tilten. En dan ging het helemaal fout. Maar goed, ik vond het wel grappig op zich. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik mee ga doen nu. Of ik dit nou zo laat oprollen of dat ik gewoon nog een keer ga proberen. Want ik heb maar één zo'n testcanvas. En zo heel bijzonder is deze ook weer niet. Ik zal hem even van de pallet zien. Kijk, zo ziet het er nou eens uit. Kijk, hier zit wat rommel in volgens mij. Kijk, dit was helemaal gerobbeld hier. Maar goed. Heeft ook wel weer iets, vind ik. Maar ik weet niet of dit nou echt leuk is om te bewaren. Want er zitten heel veel belletjes in. Hier zit het. Oh ja, zeker dat er een beetje rommel in volgens mij. Ik zal eens kijken of ik het uit kan krijgen. Ik krijg alleen maar meer. Kijk, zie je, er zit een goede zut in. Nou, ik ben een mooi sterretje. Ik weet niet wat ik hiermee doe. Ik weet het gewoon niet. Ik vind het niet zo heel mooi. Vind je het mooi? Nee, het is gewoon niet mooi. Ik kan beter gewoon eventjes dat helemaal inschapen. Ik had hier al de straks aan een bakje gemaakt. Doe ik straks gewoon even opnieuw. Even door de zeven neem ik gewoon weer een mooie kleur. Een beetje warm groen of zo. Ik weet niet. Groen met oranje en een beetje goud. En daar kan ik ook weer gewoon als basis gebruiken om de Dutchpoor te leren. Ik kan het wel. Ja, nee, ik ga het eraf halen. Niet zo heel mooi. Nee, is niet zo mooi. Maar leuk om gewoon een beetje de hobby is gewoon heel erg leuk. En dan is deze fijn als je deze verf weer een beetje kan hergebruiken. Want hoef je niet zo verf te gebruiken de hele tijd. Ja, ik ga even wat anders. Want die is op. En die was op. En die was op. En deze was op. Dus eigenlijk zit alles nou op. Geen idee wat ik hiervan moet denken. Ja, de kleuren die knallen er niet echt zo uit. Ik heb misschien ook een beetje de verkeerde kleuren gebruikt. Ja, misschien heb ik toch iets van een vellig kleurtje nog bij moet doen of zo. Echt een beetje een. Goed. Het is wel leuk om te doen zo. Ik had eigenlijk, zoals je net al kon zien in het maakvideo, had ik een bloem gemaakt. En aan de zijkant had ik uitgewaaierd en daar ben ik dan met mijn stok doorheen gegaan. Want dat vind ik dan eigenlijk niet zo super gaaf. Ja, en het wordt echt hele grote cellen, maar ik weet niet waar dat komt. Kijk, dat goud, dat is gewoon niet zo heel fijn of zo. Of er zitten heel veel bubbeltjes onder of zo. Ik weet niet wat er mee aan de hand is, maar hij wordt niet zo heel mooi. Maar hij ziet er wel cool uit. Hij is wel heel druk.
Nou, toch maar weer mijn oude vertrouwde techniek gebruikt. En dan komt er wel iets leuks uit. Dus helemaal prima. Ik had deze keer... Ik heb hier wel van die bubbeltjes. En dat vind ik wel jammer. Maar goed, dat weet ik dat dan nog weg gaat. Ik had hem deze keer niet uitgestrekt getild, zeg maar. Maar gewoon op, hij lag op mijn draaier, op mijn spinner. Dus ik heb hem gewoon even uitgespind. Dan blijft die cel, die lezing blijft dan ook gewoon mooi. Dus dat is ook wel heel fijn om dat zo te doen. Alleen weet ik nog niet hoe ik dit allemaal ooit nog schoon krijg. En of dat niet te dik is. En dan kan natuurlijk al een schilderij eronder zitten. En dit heb ik er overheen gedaan. Er zit veel te veel verf op die schilderij. Maar ik ga hem in ieder geval even daar leggen. En dan kan hij ook wel even druppen. Want hij drupt voor mij echt nog wel heel lang na. Ja. Ik vind het leuk eigenlijk. Kijk, want heel mijn spinner zit ook helemaal om. Dit loopt gewoon door over mijn spinner. De dingen. Het drupt echt aan alle kanten. Ik heb veel te veel verf gebruikt. Maar goed, ik ben in ieder geval blij dat ik in ieder geval iets heb. En ik vind deze kleurencombinatie ook wel echt heel erg tof eigenlijk. Ook met dat goud erin. Dus misschien wie weet dat ik hier wel iets groots mee ga maken. Maar dan moet ik even kijken of ik hem op mijn spinner of ik iets groots kan maken. Dat ik een grote schilderij op mijn spinner kan doen. Dat kan nu natuurlijk alleen maar deze maat. Hij is wel cool. Kijk, deze bubbeltjes bedoel ik. Maar ik weet niet of ik dan met mijn brander overheen ga. Dat is wel spannend. Dat gaat volgens mij ook niet weg, nee. Dus hopelijk gaat het nog gewoon, droogt het gewoon een beetje goed op. Ik weet ook niet waarom dat is hoor. Dat is gewoon soms, want hier is dat helemaal niet. En hier is dat dan wel. En ik weet al niet waarom dat dan is. Ik weet het niet. Hopelijk gaat het nog werken. Er is ook heel veel goud aan de bovenkant. Echt heel gaaf. Ik had in dat lichte turquoise en deze had ik die set en enamels gedaan. Dus ik denk dat ook daardoor wel een beetje... Kijk, dan krijg je met je dit soort cellen. Ik hoop dat het goed opdroogt. Dat is niet altijd het geval. Maar dat zullen we zien. Ik laat hem in ieder geval opdrogen. En ik ga hier ophouden tot 11 uur. En natuurlijk zit ik er echt helemaal onder. En ik ben erachter gekomen, mijn handen zijn groen, maar goed, ik hou niet van groen. Groen, ik vind dat zo'n nare kleur, ik weet niet waarom. Het is nou ook echt de hele ochtend al niet gelukt met groen. Ik vind dit trouwens echt wel heel cool uit, de binnenkant van dit bekertje. Wacht even, zo vast staan. Kun je zien? Ja, is echt super cool. Ik hou gewoon niet van groen. Ja, ik vind groen echt heel mooi aan bomen en zo, en aan planten en gras. Vind ik heel mooi, maar echt in schilderijen, ik krijg het niet voor elkaar. Die was wel redelijk gelukt. Dus daar zit ook groen in, maar ook blauw. Dus ik hou gewoon heel erg van blauw, heel erg van turquoise. Die vind ik echt een hele mooie kleur. Ja, een duim natuurlijk opdracht. Nou, ik heb nog een heel klein beetje tijd over. Dus ik ga dit schilderij even zwart maken. Ik had vroeger al een beetje geprobeerd met fluid verf, maar dat werkt niet. Ik ga het eventjes helemaal goed zwart maken. En volgens mij zie je die puntjes echt niet meer. Dat is helemaal top. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En ik gebruik hier dan natuurlijk dan de Oxide Zwart van Amsterdam. En dat doe ik dan gewoon zo rechtstreeks uit de dop. En ik ga er gewoon even zo helemaal overheen. En dan laat ik het opdrogen. Is niet zo moeilijk. Kost gewoon even wat tijd. Nou, kijk, helemaal zwart. Ja, dus het glimt natuurlijk. Maar hij is helemaal zwart. En ja, ik laat even zo opdrogen. En dan ga ik wat kijken wat ik mee ga doen nog. In ieder geval, je ziet die ribbels nog wel goed. Kijk. En de gaatjes niet meer. Dus dat is helemaal top. Nu nog even. Ik weet echt niet wat ik hiermee ga doen. Maar dat gaandeweg wordt dit een creatie. En we zijn nu al een stukje onderweg. Maar ik heb nog geen idee wat het gaat worden. Maar dat zie je allemaal in deze vlog. En in de volgende vlog waarschijnlijk. En dus blijf kijken. Nou, gelukt. Ik ga in ieder geval naar binnen en mijn handen wassen. En al die spullen afwassen. Het is al bijna 11:30. Dus ik heb nog een uurtje. Dan moet ik weg om mijn lift te halen. Dus dan kan ik nog heel even een uurtje eventjes even chill. Maar ik ga ook al die spullen afwassen. Er zijn echt heel veel spullen deze keer weer eens. Want ik heb heel veel bakjes leeggemaakt. En ik heb heel veel attributen gebruikt. Dus nou ja, hoort er allemaal bij. Dit blijft er voor ons zo staan. Deze heb ik daaronder gezet. Dus ik hoop dat het goed lukt met dat drogen. Die is al droog. Die kan ik ook nog afwerken, die video. Ik heb echt nog heel veel video's te editen. Dus echt nog heel veel werk allemaal. Maar ik heb gewoon even geen fut om dat nu te gaan doen. Dus dat komt gewoon een andere keer. Nou, ik heb dus bij elkaar... Oh, ik heb net uitgezet. Ik had een kwartiertje zitten kijken. En dan belde Max zijn juf. Omdat hij echt niet lekker was. En dat hij echt allemaal te huilen was. Zielig was. En... Nieuwe medicatie werkt gewoon nog steeds niet helemaal top. En gisteren was hij zijn medicatie ook vergeten. Dus nou waarschijnlijk dat hij nou weer extra dubbel last ervan heeft. Dus goed, nu ga ik Max gauw ophalen. Het is nu kwart over 12. Kwart voor 12 en ook om 12:30. Daar red ik voor mij bijna niet. Ik ga dus echt gewoon racen om het te gaan halen. Om 12:30 op schoolplein te staan van mijn lief. Nou, lekker rustig ochtendje zie je wel. Die 100 graden in de auto. Maar goed, niet zeuren. Het is lekker weer. Ik ga mijn moeder ophalen. We gaan naar de sportschool. En vandaag is eigenlijk ook de laatste keer dat mijn moeder naar de fysio gaat.
Na de vakantie wil ze weer gaan starten met gewoon sporten. Dus nu komt het dus echt op mijn discipline aan dat ik dus 2 keer in de week ga sporten. Zullen we wel zien. In ieder geval, nu is vakantie en kijk gewoon wat lukt. Wat lukt, wat lukt, dat doe ik. En wat niet lukt, doe ik lekker niet. Dus dat. Het is heel warm. Het is vandaag, denk ik, hoe moet dat nou? 29,5 ook aan je buiten. En ga ik doen. En dan ga ik lekker sporten. Hele goedemorgen. Ik ga eens mijn camera poetsen. Zo is beter. Nou, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag en ik ging toch mijn challenge doen. Ja, ik heb het toch. Ben ik net al 1,5 uur bezig geweest om het introotje te maken. Dat lukt allemaal niet. Dus ik heb nou een soort introfilmpje gemaakt van 5 tellen. Nou, daar heb ik gewoon 2 uur over gedaan. Ik kreeg het allemaal niet netjes. Maar goed, helemaal prima. Gelukt. Ik ging mijn statief even hier wegzetten. En dan ga ik maar gewoon eventjes wat stokjes uit die bak pakken. En dan hopen dat het iets wordt. En dan ga ik daar gewoon een video van maken. Een reel. Alleen een reel. Ik ga daar geen andere video's van maken. Echt, ik zet alleen mijn camera hier weg op hoog. Dat die zo filmt, zeg maar. En dan kan ik daar gelijk een reel van maken. Ik wil er niet allemaal te veel moeite voor doen. Ja, ik wil wel moeite voor doen natuurlijk. Maar ik heb natuurlijk ook, wij gaan natuurlijk in juli ook op vakantie. En het is ook vakantie. Dus het wordt denk ik al wel een, sowieso al een challenge. De challenge wordt een challenge om die op tijd op online te krijgen. Dus ik hoop echt dat ik vandaag echt wel een stuk of 10 filmpjes kan maken. Dan heb ik in ieder geval tot 10 juli gedaan. Goed, dan gaan we eens even kijken hoe het gaat. Ik weet niet, ik ga er gewoon eerst even eentje doen. En dan ga ik daarna kijken of ik er mee doorga of niet. Dus ik ga eventjes mijn doos pakken. Dat klinkt erom. Ik ga even mijn grabbeldoos. Dat klinkt helemaal raar. Een grabbeldoos. Ik ga mijn grabbeldoos pakken en dan ga ik eventjes stokjes eruit halen. En dan hoop ik dat iets leuks is. Ik heb de eerste gedaan. Die was dus met deze kleur. nou kijk, dat ziet er wel cool uit. Ja, dit moet je dus eigenlijk zo op laten drogen. En dan kun je daar een skin van maken voor je sieraden. Maar ja, ik moet door. Dat is goed. Ik heb wel... Kijk, dan zie je dus. Kijk, nu zie je dus eigenlijk ook. Als je met die spinner spint. Het komt niet tegen de muur. Het komt wel echt 10 centimeter van die spinner af. Daar gaat hij dan op de tafel. Maar het komt niet verder als dit. Het komt ook niet op je kleren. Dus dat is echt super fijn dat je dus eigenlijk geen bak nodig hebt. Want die bak is echt voor video's echt niet leuk om in te filmen, zeg maar. Het is natuurlijk niet zo heel mooi achtergrond. Ik had dus wel gewoon mijn mat laten liggen. Want ik had er eerst zo'n matje onder willen leggen. Maar ik vind het niet zo mooi voor de video. En natuurlijk dat merk Loli Vive heeft mij een beetje gesponsord. Dus ik vind het ook wel fijn als dat een beetje... ik heb al die dingen gekregen daarvan. Dus dat vind ik ook wel leuk om dat dan even in beeld te hebben. Want van, ja, ik heb niet voor niks allemaal gekregen. Ik ben ook heel blij mee. Het zijn hele fijne matten. Maar nu moet ik dus elke keer tussen iedere opname eventjes schoonmaken. Want ik vind het ook stom om nou hier weer mee verder te gaan. Dus ik ga dit even allemaal afpoetsen weer. En dan ga ik mijn volgende video doen. Op zich ging het echt goed. Ik had deze kleuren die daar liggen. Maar ook echt gewoon hele fijne kleuren die gewoon goed samenwerkten. Dus dat was ook echt heel fijn. Dus ik heb nog geen rare dingen. Ik heb hem hier trouwens. Ik zal hem laten zien hoe die eruit ziet. Ik heb hem hier even weggelegd. Ja, ik heb hem net hieronder geschoven. Maar ik ga hem nou niet nog een keer pakken. Maar hij wordt echt heel mooi. Dus ik hoop ook echt dat ik hem kan laten zien als hij droog is. Maar dan moet hij dus echt voor maandag droog zijn. Maar wie weet. Die andere ligt er ook nog steeds trouwens. Dus hij kan het heel raar geworden. Want dan komt het goud. Dat is iets zwaarder. Dus dat zakt. Maar het is ook wel eerder droog. Dus dan krijg je echt hele rare tafereelen. Maar goed, het gaat om de bovenkant. Ik ben benieuwd. Ik ga de volgende doen. Nou, irritant is. Hij niet irritant. Maar het is gewoon vervelend. Is dat ik als ik eerste shot begin ik hier te filmen. Dan film ik even dat ik uit die dosis die stokjes pak. Daarna ga ik die kleurtjes even bij me erbij pakken. En dan maak ik nog een videootje vanuit de hand. Hier. En dan gaat mijn camera naar de andere kant. En vanuit daar doe ik het filmen stukje. In ieder geval het swipen en zo. Want anders kun je er niet, vanaf hier kun je het niet heel goed zien. Dus ik denk, doe ik daar. Dat is super onhandig. Dan moet ik zeggen, achter mijn statief staan filmen. Maar goed, het werkt. En ik hoop dat die video's leuk worden. Dus het zal eventjes werken. Ik denk, per video ben ik ongeveer een minuutje of... Ja, het ligt ook aan. Deze hoef ik niet te mengen, want ik had hier nog genoeg van. Ik denk een kwartiertje per video. Ik ga gauw de volgende doen.
warm in mijn atelier. Het staat 24 uur voor mij. Het is echt gewoon 100 graden hier. Ik ben echt aan het zweten aan alle kanten. Maar ik heb er 5 gedaan. Kijk, deze kleur allemaal. Maar ik heb ze hier liggen. Ja, het zijn ene. Ja, het is gewoon... Ik had er eigenlijk 10 willen doen vandaag. Dus ik ga even wat drinken en dan hoop ik er nog 5 te doen. Maar het gaat op zich wel lekker. Het gaat best snel. Voor mij staat mijn camera ook heel erg licht. Want ik had een beetje lichter gezet. Want anders was het mooier. Dus voor mij staat hij nog steeds heel lekker licht. Ja, ik ga eventjes gauw. Het is 2:15. En ik had beloofd aan Max dat we een ijsje gingen eten uit school. Dus ga ik even schoonkleden. Dan ga ik even lekker een ijsje eten. Zo. Er komt nog een ijskootje tevoorschijn. Nom 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 nom. Zo, daar gaat er wel in. Sunday ijs, hè? Ja. Wat een bokkel ben jij weer vandaag. Denk je er ook bij, maar lief? Natuurlijk. Denk je er ook bij? Dat ook wel, inderdaad. Een hele goede morgen, zaterdagochtend. Wij gaan zo meteen naar de binnenspeeltuin, want Marlief de kinderfeestje is vandaag. En vanavond ga ik uit eten met 3 vriendinnetjes nog van mijn middelbare school. 2 hebben van hem heel lang niet gezien. Eentje zie ik nog regelmatig. Maar die andere 2 heb ik echt al heel lang niet gezien. Dus ik ben echt benieuwd hoe het met iedereen gaat. En we hebben oude koeien uit de sloot gaan halen. Dus we hebben een drukke dag voor de boeg. En er is ook nog ergens nog een race. Nog de sprintrace en nog de kwalificatie. Een hele drukke dag. Maar we gaan er een leuke dag van maken. Het is in ieder geval feest. Zo, alle kinderen mee. Een echte vos. De kip. Nou, kinderen naar weg. Gaan wij even koffie. Zo doe je dat. Hoi. Doei. Doei. Hoi. Wat doe jij nou weer? Wat is dat nou weer voor iets? Jackie. Zo, nuggets. 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 Nou, nuggets gehaald hier. Het is echt super heel goed over die zolder. Ja, dat is een hele leuke tennisolder. Echt heel leuk. De kinderen hebben al echt al een uur aan het timmeren. En nou, dat is leuk. Nou, zo eten we dus een ijsje tegenwoordig. Ik heb hem helemaal erin getimmerd. Ik dacht dat jij dit wel leuk zou vinden namelijk. Slijm maken. Slijm maken. Dat kun je dan hierin doen ofzo. Ja. Ja? Nou, doe deze weer terug. Nou, die is het geworden.
nou, bepakt en bezakt terug van de kinderfeest. We doen dat. Mocht ik gisteren uitzoeken? Ja, dat klopt. Dan mocht je gisteren uitzoeken bij jouw kinderfeestje. En dan zit er een handleiding bij. En dat is voor mij helemaal in het Russisch of whatever. Ik weet niet wat het is. Oh, ik kan het wel vertalen met mijn telefoon, hoor. Ik heb echt geen idee. Nou ja, goed. Ik weet ook niet. Hier, allemaal Russisch of weet ik veel wat het is. Maar goed. We gaan gewoon lekker zo roeren. Ga eruit. En dan gaan we er heel mooi glitters er doorheen doen. En dan gaan we het hierin doen, hè. En dan heb je een soort zeemermin magische schelpketting. Super cool. En je hebt er nog een magische ring, hè? Dan kun je ook nog ring en kun je ook nog in doen. Heb je er ook glitters in gedaan? Magische glitters. Hier lijkt het echt heel gaaf, maar van boven nog gaver. Wauw, echt super cool. Maar we hebben die poedertjes er ook doorheen gedaan. Deze en deze. En er zitten nog glitters bij. En nog meer glitters. En nog een geurtje zat erbij. En nog een glitters. Toch een drie glitters zijn. Nou, deze nog. Ja. Deze. Heel mooi. De persoon van de voor ben jij dan? Of ben ik dat persoon van de voor? Nou, dat is papa. Maar die haalt me de hele tijd in. Ik denk niet dat ik het was. Nou, het is inmiddels alweer zondagavond en ik ga deze vlog afsluiten. Ik ben vanmorgen bij mijn ouders geweest. Mijn moeder is vandaag jarig, dus ik heb een feestje gevierd. En net was Drees en Max hier was een beetje op het einde een beetje een ongeluk gehad met zijn banden en alles. Weet ik wel, hij was 50 geworden. Dat is ook prima voor een keer. Hè? Het meedoen is belangrijker dan winnen, zeggen ze altijd. Maar volgens mij geldt dat daar dan niet helemaal. Maar goed, dat is ook allemaal afgelopen. En nu is het gewoon al avond. Ga eten koken. Even, nou, lekker even op de bank. Even niks. Het is zo'n drukke week geweest. Gisteren was het echt super leuk. Gisteravond was ik nog met vriendinnetjes uit eten geweest. Nou, dat was echt super gezellig. Dus mochten jullie het zien, echt, het was echt gezellig. Ja, ik vond het echt heel leuk. Heel leuk beleefd. Echt weer als vanouds gelachen. Joh. Ik heb echt een scheur gelegen vanavond. Het was zo leuk. Al die oude herinneringen van jaren terug. Om die nog eens, hè, om zo even iets van hun te horen. Hoe hun dat op dat moment hebben beleefd, zeg maar. Ja, het is echt heel leuk. Dus we hebben nu al meteen al een nieuwe datum gepland voor ergens in november. Dus dat doen we nog even. Maar ik heb er nu al zin in. Voor de rest, ik kreeg op het verjaardagsfeestje van mijn moeder. Waren echt al een paar tantes en vrienden die ook al een ketting wilden bestellen. Dus ik ga echt van de week eens eventjes mijn kettingen even goed op de foto zetten. En dan kan ik ze op Facebook of Instagram. Zet ik gewoon een reel of iets. Een verhaal of een story. En dan kunnen ze daar kiezen wat ze willen hebben. Dan kan ik dat toesturen of kom brengen. Dat is ook gezellig altijd. Ik heb een kop koffie drinken bij tantes en ooms en vriendinnen en alles. Gezellig. Dus maar bij deze ga ik deze vlog afsluiten. En ik hoop jullie heel graag volgende week weer te zien. Volgende week hoop ik dus ook nog een aantal van die tegeltjes te maken voor mijn juli challenge. En volgende week is ook de laatste week van de school. Dus dan vrijdag zijn de kinderen al vrij. Dan hebben ze al grote vakantie. 6 weken. Dus dan worden 6 hele rare als er geen vlogs. Maar goed, komt allemaal goed. Ik zie jullie heel graag. Volgende week. Houdoe.